Welkom bij vakantiepark Residence de Eese, op 1,5 kilometer van landgoed de Wolberg. Kom, dan laat ik u het park zien. We zijn nu dus bij Residence de Eese, een familievakantiepark. En Residence de Eese ligt ongeveer 1,5 kilometer van landgoed de Wolberg verwijderd. Ja, en het is goed te bereiken met de auto, maar ook met de fiets en ook wandelend. Dus je komt er heel erg gemakkelijk. Nou, hier is een leuke speeltuin voor de kinderen. En het buitenzwembad natuurlijk. Nou, nu komen we bij een aantal accommodaties, cottage accommodaties. Die onder andere ook worden verhuurd. We hebben hier 200 vakantieaccommodaties. Daarnaast hebben we ook nog een aantal groepsaccommodaties en een hele gezellige camping. De vakantieaccommodaties zijn van alle gemakken voorzien met een luxe keuken met inbouwapparatuur. Een aantal hebben ook vloerverwarming en een regendouche. Verder hebben we op het vakantiepark een goed restaurant, restaurant Heerlijkheid. Die op dit moment in het hoogseizoen ook alle dagen geopend is met een lekker terras. De kinderen kunnen zich vermaken met animatie. Daarnaast hebben we een indoor speelparadijs, een gamecenter, een treintje die hier rondrijdt op het vakantiepark om de kinderen te vermaken en een heerlijk zwembad. Wij bieden ook een langverhuurprogramma aan. Dus dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld een vakantie of een woning bij landgoed de Wolberg hebben gekocht, hier ook een aantal maanden kunnen huren als overbrugging. Dat is een mogelijkheid die wij aanbieden. Het hele jaar rond zijn wij geopend. Dus er zijn heel veel verschillende plekken op het park. Wij gaan ook altijd met de geïnteresseerde huurders gaan wij het hele park rond en laten we verschillende opties zien. We kijken altijd wat er mogelijk is en we proberen een zo mooi mogelijk plekje voor onze huurders te vinden.